Hey, wat goed, het is je... Van de Steven Vechten. En super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn ochtendroutine laten zien. Tijdens de quarantaine. Nice! Oké, ben je nieuw? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. We zijn op de road naar de 80.000. Of helemaal de 80.000. Ik heb geen idee, maar we zijn op de road naar de 100.000 in totaal. Iedereen even abonneren hier beneden. Dat zou super zijn. En ja... Als je mij wilt checken op Spotify en mijn muziek, dan mag altijd. Dat is linkje hier, ook in de beschrijving. Wat ik als allereerste doe als ik wakker word, is ik ga uit bed. Ik word wakker. Ik ben wakker, jij ook, vriend? Oké. Iemand is met zijn verkeerde been uit bed gestapt. Zo, Mr. Zagerijn. Wauw. Nice, hè? Best wel ziek eigenlijk, dat ik dat gewoon zomaar kan. Ik kan gewoon zomaar wakker worden. Tweede wat ik doe, dit is echt heel bijzonder. Ik zet een stap uit bed. Ik zet mijn goede voet uit bed. Yeah. Oké, dan is het allermoeilijkste in de ochtend. Ik ga kijken wat ik ga eten. Ik heb hagelslag, super lekker voor in de ochtend. Ik heb... Motherfucking Kellers. Ik mag niet schelden, excuses. Nummer 4 is, ik ga eten. Nummer 5 is, ik doe mijn haar, want ja, ik moet er nog wel een beetje oké uitzien. Want in de ochtend, ik zie er dood uit. In de ochtend, oké, ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als ik in de ochtend wakker word, ik zie er uit als... Ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. Gewoon die fan van met die film met de ring. Lord of the Rings. Dan heb je zo'n fan met heel weinig haar. Daar lijk ik op. Als ik mijn haar heb gedaan, heb ik meestal een beetje muziek op. En dan kijk ik in de spiegel en dan voel ik mezelf altijd iets te veel. Dus dan loop ik naar buiten en dan voel ik mezelf echt iets te stoer. Echt iets te stoer. PCH with the top down, drop down. Headed nowhere fast, never stop now. Not now, we ain't slowing down, never knowing. En dan ga ik Animal Crossing spelen, want ik heb nog tijd. Dus ik ga even Animal Crossing kijken hoe het met mijn stadje gaat. En dan denk ik van, oh, dit is toch schattig. Oh my god! En dan heb ik altijd online les. Ja. Oké, laten we dan maar gewoon skippen. Online les, dat, ja, niet zo bijzonder. En dan ga ik eigenlijk heel de dag bezig met muziek. Ah, gedraag me de laatste tijd een beetje anders dan een psychopath. Maar... Oké, even kijken hoe dat klinkt. Laten we eens even kijken. Een beetje anders als een psychopath. Maar mensen zeggen dat je medicatie dus een side effect. Dat klinkt nergens na. Of iets anders, of huiswerk of andere dingen. Maar voor het meest ben ik meestal bezig met muziek. Aangezien ik wil heel graag wat dingen leren. En zo min mogelijk autotune en dingen gaan gebruiken. En dit maakt helemaal niks uit, dat boeit niemand. Maar ja, wat ik dus ga doen is, ik ben dus dan de hele tijd bezig met muziek. En dat vind ik wel leuk. Dus dat zijn eigenlijk echt de basisdingen wat ik doe in deze quarantaine. En je hebt ook best wel veel mensen die zeggen steeds van... Oh maar, goed hoor, het is quarantaine, maar ik verfilm me. Maar mag ik je een tip geven? Nu in deze tijd van quarantaine kan jij juist dingen gaan leren. Kijk, ik ben aan het leren om te skaten. Muziek, alles. Theorie, alles naar binnen aan het halen. Want, wat kan ik nu anders doen? Eén wat andere mensen doen is ze zitten thuis en ze zeggen... Ik verfilm me, dit is doodzij. Maar als je nou gewoon een skill gaat ontwikkelen wat je misschien later nog wat uit kan halen... Ze noemen mij ook wel gewoon soms Pablo Picasso of Einstein. Ik weet niet wat ik zeg. Ik ben zelfs beter met schilderen, kijk. Ik had dit geschilderd laatst, let op. Oh. Oh.
Oké, iedereen druk op de like-knop als je een video wil dat ik ga schilderen. Lijkt me kapot grappig. Ik heb laatst dit gemaakt. En als je hem wil hebben, dan mag je hem altijd kopen. Dus ja. Oké, dus dat was de video voor vandaag. Vond je de video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even liked en abonneert. Hartstikke bedankt voor dat. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer later bij een nieuwe video. Jazeker, gozer. Volgens mij ben ik echt de enige rare YouTuber op deze wereld. Nou ja. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Later. I'm a type of shit, you don't know. Fame will humble me, I'm so low. Did I really spend the K? I don't know. I just wanna have my man, I don't want hoes. There's a new one.